Woensdagavond 28 november vergadert gemeente Arnhem over het boerkaverbod. Wij spraken Rebin Maref, raadslid van de VVD in Arnhem. Wat de VVD in Arnhem en de VVD landelijk en ik vinden is dat je als je regels opstelt, dus als je een meerderheid hebt, je hebt lang over de regels gediscussieerd en de regels uiteindelijk door de meerderheid aangenomen, dan moet je het handhaven. Daarvoor zijn regels. En anders moet je regels niet opstellen. En waarom gebeurt dat niet door de burgemeester en andere partijen? Burgemeester en andere steden, wat zij daarvan vinden, ja, daar heb ik wel een bepaalde gevoel bij. Dat is meer de negatieve kant op eigenlijk, wat het regel betreft, handhaven van die regel betreft. Maar voor zover heb ik nog geen signalen gekregen dat de burgemeester in Arnhem dit een laagst, wat D66 eigenlijk aangeeft, laagst mogelijke prioriteit moet geven. Met andere woorden, geen regel, geen prioriteit, niet handhaven, niks meedoen. Dus ja, dat kan niet. Hoe hoog moet de prioriteit dan zijn? Wat mij betreft geven wij zijn bepaalde regels in Arnhem en ook landelijk. Dan zeggen we, nou, we kijken met raadsbreed naar andere collega's. Wat vinden wij belangrijk? En het gaat over veiligheid, openbare orde. Daar moet de burgemeester wat meer aandacht aan geven. We kunnen wat in schuiven. Maar we gaan niet het anders aanlopen door te zeggen van daar moet je zo min mogelijk aandacht aan geven. Dat vind ik niet de juiste manier van regels handhaven. Als meerdere partijen in Arnhem zeggen wij willen hier geen prioriteit aan geven en deze partijen hebben de overhand. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we het handhaven, dan gaan we daar ons aan houden. Dus nogmaals, regels stel je samen op, daar heb je een meerderheid voor nodig. En als een meerderheid zegt, we vinden het een slechte zaak, we vinden het een slechte regel, dan moet dat in stemming worden gebracht. Maar dit is niet de juiste manier door te roepen dat bepaalde regels, dat je daarin shopt in de wet en zegt van, dit vinden wij niks en dat mag de laagst mogelijke prioriteit hebben. Zo werkt het niet. Regels zijn regels en daar moeten we ons allemaal maar aan houden. Absoluut.